A challenge match between two legends. Ladies and gentlemen, the King of Bling, Bobby Jones! In case you forgot his name, ladies and gentlemen, Bobby Jones. Ladies and gentlemen, our second legend approaches, the 1997 Embassy World Champion, McDanger, Les Wallace! Thank you.
Come on, ladies and gentlemen, put your hands together for our Piper. Thank you, sir. And to our lovely ladies, if they can quickly leave the stage. Thank you. Het is leuk om beide heren weer eens op het podium te zien. Bobby George hebben we nog niet zo lang geleden wel eens mee zien doen. Ook aan de IDL vorig jaar bijvoorbeeld. Maar vooral Les Wallace. Dat is toch echt een tijd geleden dat we Les Wallace hebben gezien, Raymond. Ja, ik denk al gauw weer 5 jaar terug, Jacques. Ja, ik keek een beetje naar zijn gezicht toen hij net de trap afliep. En het leek toch wel een beetje onwennig voor hem. Ik ben altijd gewend lakeside te spelen. En dan nu voor het eerst in zo'n grote zaal in Utrecht. En je kunt echt van zijn gezicht aflezen dat het toch wel indruk maakt op hem. Twee grote kampioenen, want dat mogen we ook wel zeggen. Les Wallace, winnaar van de Lakeside in 1997. En winnaar van de Winmar World Masters in 1998, om maar een paar titels te noemen. Ja, deze man haalde zijn titels wat eerder. In 1979 won hij News of the World en dat deed hij in 1986 nog een keer. Ja, wat voor toernooi was dat? Nou, dat was nog op zwart-wit borden toen, dus dat was heel anders. Nee, dat hele andere tijd natuurlijk. Als je terug gaat kijken naar de jaren 70, jaren 80, dan lagen die gemiddeldes natuurlijk ook vele malen lager dan nu. En met die gemiddeldes vandaag de dag kunnen deze heren niet meer mee, ook al is... Je zou bijna zeggen van... Hij begint daar. Dat maakt het toch weer fantastisch. Hè, zo. Hij zegt de king of the exhibitions. Ik moet altijd heel erg om hem lachen. Maar dan ook nog doen ook. Gelijk met zijn eerste score. Want denk eraan, hij kan wel dik in de 60 zijn, deze man. Maar spelen kan hij nog steeds, hoor. Hij is precies 60, vorig jaar december geworden. Ja. Hij doet het wat rustiger aan inmiddels. En ja, toernooien doet hij, gooit hij al jaren niet meer. Ja, af en toe is een toernooi weer Winmar World Masters, mag hij altijd aan meedoen. Dus. Als een wildcard, ook de organisatie van de Bavaria World Darts Trophy heeft hem 1 of 2 keer een wildcard gegeven. Maar hij is herenmeester in het hele demonstratiecircuit. 100! Maar goed, met de huidige gemiddeldes, vandaag de dag... kan hij met alle respect niet meer mee, maar ik vind het altijd wel een genot om naar te kijken. 100! Ja, Les is toen in één keer... eigenlijk in één keer verdwenen. 100! Niemand weet ook eigenlijk waarom. Fitzmorris kun je er wel bij hebben, die geeft Wallace nog wat punten extra. Het is de bedoeling van deze wedstrijd is om het publiek een beetje warm te maken. En dat zal zeker gaan lukken bij deze heren. 41. Dat zal ongeveer zijn geboortejaar zijn. Let you require a miracle. A miracle. What's your favorite double, Liz? 116! Ja, hij moet Les een beetje helpen. Nou, ook die heren hebben geschiedenis met elkaar. En ook Adam zit even te kijken naar de wedstrijd tussen Wallace en George. Weet hij het nog? 64? Hij laat even zien waar de triple 16 zit. 24 over, voor Wallace. 24 over, ja. De stand stond... Volgens mij net wakker, Les. No score! Daar heb ik over, ja. 54 scored from 70, Bob. Leaves you 16. That's double 8, mate. You all right? Can you see? En 4-4. Nee, ook die niet. Les, you require 24. Eens kijken of Wallace nu wel dubbel 12 kan vinden. Nou, vraag dan welke kant hij zit. Yeah.
No score. Bobby, you require 8. Ik ben ook bang dat dit ook gewoon 5 legs gaat worden, Jacques. Yes, that's the first game. Bobby Joe. Second leg legs to throw first. Game on. Oh, unlucky legs. 180. Ja, we kijken naar de wedstrijd tussen Bobby George en Les Wallace. Het is bedoeld om het publiek warm te krijgen voor de finale. Dat zal geen probleem zijn met deze heren. Wallace, al een jaar of 5 echt weg van het darten. Wordt een klein beetje geholpen, maar wat in het vat zit, dat komt er ook wel weer een keer uit natuurlijk. George, ja, die dart nog. Ja, behoorlijk in het demonstratiecircuit. Dagelijks, hè? Bijna dagelijks. 140! Het is ongelooflijk wat deze man een schat aan informatie heeft. Hoe lang die al speelt. Hij kent natuurlijk iedereen in de duitsport. En het is altijd leuk om naar die verhalen van over vroeger te horen. Ja, je ziet ook als George in het hotel is of in de bar is, dan komen alle spelers heel even op audiëntie, lijkt het wel. Ja, zo heb ik daar zelf ook een paar keer gestaan. Nou, ook altijd wel wat nuttige tips. Je weet het nooit. Beetje energie. That's the first time I've seen you drink water in 20 years. Fitzmorris, zeg nog even dat het de eerste keer is. 142. Bobby, you require 141. Dat hij Wallace water ziet drinken, daar staat hij ook niet onbekend, Wallace. 121 voor George, 19 voor Bullseye. Kijk, serieuze finish, maar die gaat er dan niet in. Ja, daar gaat hij altijd 83. Voor, hè? Altijd 14-11 op 121. Lazy require 24. Het is de favoriet van Wallace. Heeft hij zelf aangegeven. Fitzmorris heeft hem keurig daarheen geloodst. 12. Gooit hem niet. Bobby, you require 38. Kon hij wel eens missen. Om Wallace nog een kans te geven. 22. Les, you require 12. Dubbel 6 voor Wallace. Ja, weet nog waar die zit. Dubbel 3. No score. Bobby, you require 16. Maar de opkomst alleen al van deze heren was natuurlijk erg leuk. 14. Get me a chair, please. Fitzmorris vraagt om een stoel. Les, you require 12. No score. What time do we shut? Bobby, you require 2. Links, rechts. En dan de dubbel 1. 1 pijl. No score. Dat zijn allemaal van die trucjes die ik ook van hem geleerd heb en zelf toepas in mijn eigen demonstraties. Maar dan eigenlijk tussen de pootjes van de 11, rondje 6 en dan dubbel 1. Zo. En een dubbel. Hij weet nog hoe hij ze moet gooien. Game on. Dan gaat George weer beginnen. Ja, toch als je Wallace zo die trap af ziet komen, dan 81. Zou zo'n man het niet missen? Zou jij het niet missen als jij het niet meer mocht doen? Ja, denk ik wel. Ja, zeker weten. Dat blijft toch altijd een van de mooiste momenten. Als je toch in zo'n zaal in mag komen. Net als gisteren ook. Dan sta je dan op afstand 98. Te kijken. De wedstrijd Adams en Van Gerwen. En dan zie je hoe het publiek daarmee omgaat. De muziek die afgespeeld wordt. Ja, dat geeft toch altijd wel iets extra's, hoor. Iets extra's. Ja, Wallace was 140. Net gestopt op het moment eigenlijk dat in Nederland die toernooien kwamen. Hij heeft nooit meegedaan aan die grote toernooien. Klopt, ja. Er is nog wel eens sprake geweest dat hij ook een wildcard zou krijgen. Maar tot nu toe nog 95. Niet. Nee, ja. Wie weet, na vanavond vindt hij het wel zo leuk dat hij de draad op gaat pakken. Want
Kijk wat hij nu laat zien, dat is allemaal show. En, 100! Ik weet zeker, als Les weer zou gaan trainen en die zou echt zijn gezicht weer laten zien in het circuit. Nou, dan geef ik hem een half jaartje en dan staat hij gewoon weer goed te spelen hoor. Dat zit nou eenmaal in de man. En, kijk, zelfs nu al. Het 123! Ziet er, na 2-3 legs begint het alweer te komen hoor. George gaat er als eerste wegzetten. Nog een triple 20 erbij, dan blijft Tops over. Dat lukt niet. Het laatste serieuze toernooi waar Bobby George aan meedeed, dat was de Winman World Masters van vorig jaar. Daar versloeg hij toch onder andere Martin Atkins met 3-0 in sets. En John Henderson om een paar 90. Namen te noemen. Bobby, you require 80. Hij kan er echt nog wel wat van. En zeker in de zaal. Dubbel 10. Ja. Game, shot en de match. Bobby George. En dat was de wedstrijd dan ook direct. De wedstrijd tussen de twee legenden, de twee oude mannen, Wallace en George. En het publiek, dat is zeker is de grote winnaar in deze partij. Het was een demonstratiepartij, maar desalniettemin. Het is altijd leuk om deze gezichten terug te zien. But they're legends that can still play our great game. Come on, put your hands together. Bobby George, Les Wallace. That's all right, you haven't left your drink here, have you? Sorry? Ladies and gentlemen, let's play darts. The 2006 Bavaria World Darts Trophy Final, England versus England. Please welcome the governor, the power, Phil Taylor. His opponent, it's Wolfie Martin En wat hikt laatst opgekomen Martin Adams toch al een geruime tijd tegen een grote, imposante overwinning aan. Het is hem maar steeds niet gegeven om een groot toernooi te winnen. En de World Darts Trophy is een groot toernooi. Finales halen,
dat is al niet iets wat hij aaneenrijgt. Slechts twee keer, maar finales winnen, dat is hem nog nooit gelukt. Met de grote finales. Toch een beetje de wedstrijd van de oudjes. Phil Taylor 46 tegen Martin Adams 50. Lakeside won Taylor twee keer. En Martin Adams kwam één keer in de finale verloren. IDL en WDT, ja, Taylor is een groentje op dat gebied. Kwartfinale IDL, nu finale WDT. World Masters won Taylor in 90. En vier halve finales zijn er voor Martin Adams. Nergens zien we dus winnaar aan de kant van Adams. En de zegens, de trofeeën, rijgen zich met name op deze kaart aan één. Want dit zijn de PDC-toernooien. Daar waren Martin Adams één keer op de World Matchplay in de Grand Prix deelnam in 2001. Daar een halve finale, een kwartfinale plek haalde. Alleen maar winnaar, 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 winnaar. En heel veel jaartallen achter elkaar of zelfs maar aan één geregen. Taylor is de man die op de grote toernooien, met de CWK, World Grand Prix, UK Open, World Matchplay, Las Vegas Desert Classic, Premier League, Embassy in de Winmar, World Masters. Dan heb je ze ongeveer wel gehad, hè, de grote toernooien. In 38 grote finales stond. En van die 38 finales die hij op die grote televisietoernooien speelde, verloor hij er slechts drie. Game on. Dus dat hij dit podium gewend is, dat mogen duidelijk zijn. Maar toch zou het voor Adams, denk ik, als hij deze zou kunnen winnen, niet alleen zijn eerste grote Grand Slam zijn, maar het zou ook wel één zijn met een gouden rand, zeg maar. Mannen van de Governor te winnen, dat is knap lastig. Ik heb een keer een uitslag gevonden tussen beide heren. Halve finale World Matchplay. Oh. Dit zijn de toernooigemiddelden tot nu toe. 102 voor Taylor en 94 bijna voor Adams. Ja, daar blijkt ook al uit dat Adams echt beter moet gooien om Taylor bij te houden. Qua 180ers ontloopt het elkaar niet zoveel. En Adams kan misschien wat winst halen uit het finishen. Want dat is bij Adams dan net iets beter dan bij Taylor. 43% om bijna 40%. Maar je had er één ontmoeting gevonden. World Matchplay, halve finale 2001, won Taylor met 17-9 van Martin Adams. Dat we ook constateren dat Taylor begint, zoals hij wel vaker begint, wat rustigjes aan. 9 darts, 241. Dat zal in de loop van de partij anders zijn. Nou moet ik zeggen dat gisteren tegen Baxter, toen was dat een ontrustige weinig te merken. Hij begon geloof ik met 5-15 darts op rij. Nou was dat wel een exceptioneel goede wedstrijd. 142. Het is een finish, dus moet je bij Taylor ook altijd de mogelijkheden geven. Bullseye nu. Had dubbel 16 overgelaten en enkele 17 laat tops. 102. Martin, you require 141. Dubbel 20 raak. Dubbel 19 en dubbel 12. Trek even de neus op. 89. Phil, you require 40. Tops voor Taylor. Game shot in the first leg. Phil Taylor. Second leg, Martin to throw first. Game on. Ja, dat over die wedstrijd van gisteren tegen Ronnie Baxter. Een gemiddelde die erg hoog lag. 35,59. Dat was een nieuw record, een nieuw hoogtepunt. 100. Het gaat om het gemiddelde per wedstrijd. Dat stond op naam van Raymond van Barneveld 34,97. Zo is het toernooi toch al een klein beetje het toernooi van de records. Het toernooi gemiddelde, daar was het record 29,92. En het staat nu op 30,37. Het moet wel een heel slechte wedstrijd, een heel slechte finale zijn. Wil dat record niet gepakt worden.
Maar ook het totaal aantal geworden 180ers was nog nooit zo hoog als dit jaar. Het record stond op 240. En het staat inmiddels op 265. Het enige record wat er niet aan ging, verrassend, is het aantal 180ers door één man gegooid in het toernooi. Dat staat nog steeds op 40 van Raymond van Barneveld. Michael van Gerwen kwam er akelig dichtbij, maar die bleef hangen op 39. Dus de enige twee die dat record nog kunnen pakken zijn de twee die hier staan. Phil Taylor staat op 24. Moet er dus 16 gooien. 100. Dat te evenaren. En Martin Adams staat op 25. Het is leuk van Adams. Maar het is Taylor die als eerste op een finish mag. Triple 10. Voor dubbel 16. 20. En 10 is ook 30 bij elkaar. En blijft er ook dubbel 16 over. 1 dart voor Taylor. 46. Martin, you require 56. En door die 140 score van zo even. Toch kans voor Adams om zijn eigen leg te houden. Ook tops voor hem. Taylor gooide hem net in één dart. Adams heeft er nog eentje in de hand. 36. Die weet hij daar niet voor te gebruiken. We require 16. Game shots in the second leg. Phil Taylor. Third leg, Phil to throw first. Zo breekt Taylor Martin Adams in de eerste set. Staat de power dus met 2-0 voor. Nou, Adams heeft echt grote problemen om de triples te vinden tot nu toe in deze partij. Taylor vindt ze wat gemakkelijker. Vindt ook de eerste 180 van deze partij. En voor het toernooi staan beide heren dan op gelijke hoogte. Phil, you require 123. 123. Triple 20 gewoon beginnen, omdat Adams niet op een finish staat. Nu triple 13 voor dubbel 12. Lukt niet. 18 naar dubbel 16 over. En dan is er eigenlijk helemaal niets aan de hand voor Taylor, want Adams, kijk, hij staat nog op 321. 3 keer 60 gegooid pas. Phil, you require 32. Dan nog 6 darts voor. Voor de eerste set in de wedstrijd. De finale van de World Darts Trophy 2006. No score.
100. Phil Uriquana, 32. U zou het moeten. Want Adams heeft de finish. 4-8 dan voor de eerste set. 4-4 dan voor de eerste set. Game shot. Dat dan weer wel. To the first set. Phil Taylor. Second set. First leg Martin to throw first. Game on. Maar imponerend was het allerminst. Ja. Was niet imponeerd en toch de eerste set pakt zonder een leg af te staan. Who cares? Even een kijkje nemen naar de zaal waar Jelle Klaassen deze wedstrijd bekijkt. Jelle, jij bent een van de weinige mensen hier in deze zaal die ooit gewonnen heeft van Phil Taylor bij de IDL. Maar dat is een andere Phil als vanavond, hè? Ja, sowieso als deze week. Hij staat niet normaal goed te gooien. En de wedstrijd is nog niet zo goed als iedereen had gehoopt. Maar ik denk niet dat Adams vanavond kans heeft om te winnen. Hij heeft altijd kans natuurlijk, maar niet vanavond. En Adams naar de 19 met de laatste dart. Of de boel om in ieder geval finish over te laten, dat doet hij goed. Taylor heeft al een kleine achterstand nu. Gaat niet op een finish komen na deze drie darts. Het zou voor Adams goed zijn om zich een beetje te settelen in de partij, dat hij ook even een lek pakt. 60. Martin, je lijkt hier wat ruimte te krijgen. 36. Hij mag zo dadelijk weer terugkomen voor de rest. 96. Tops laat hij achter. Voor de volgende beurt. $137. Martin, you require 40. Zo pakt Martin Adams zijn eerste leg van deze finale. Second leg, Phil to throw first. Game on. Ja, het publiek ziet dat wel zitten. Voordat het hier echt onderweg ging, stond Fitzmorris nog even op het podium te kijken waar de fans zaten van wie. Nou, dat waren er meer voor Adams dan voor Taylor. 100. Nou is de underdog natuurlijk al vaak favoriet. Maar Adams is een hele populaire speler in Nederland. Ja, oudste finalist op een Grand Slam toernooi ooit. 60. 50 jaar en 98 dagen. Nou, als je dat nog een klein stukje doortrekt, dan is dit ook de oudste finale ooit. Omdat Taylor natuurlijk niet heel erg ver in jaren achter Adams zit, maar 4 jaartjes. Beide tezamen zo'n 96 jaar oud. 100! Want die zou nou de op één na oudste finalist ooit zijn geweest. Is dat gewoon Phil Taylor of niet? Zit er nog wat tussen? Ik denk Adams zelf. Ja, oké. Okay. En anders kom je bij John Lowe uit. Die was 46 toen hij zijn laatste leekzijde won. 45. En qua finalisten hebben we natuurlijk ook nog de man die we gezien hebben vandaag. Bobby George. Die was in 94, 48 jaar als het goed is. Oké. Okay. 81. En nu geloven we je wel. Van Phil Taylor deze wedstrijd. Het is mooi te zien zo hoe die dart binnenkomt vliegen. En vervolgens landt bovenop de eerste twee. 61 voor Taylor. Kijk, een triple 15 en dubbel 8.
53. En dat is dan het enige dat nog niet zo heel goed gaat. Het gooien van dubbels. En nu staat Adams dichtbij. 40. Do you require 8? Game shot in the second leg. Phil Taylor. Third leg Martin to throw first. Game on. Gaat Taylor daar naar beneden omdat hij te hoog in de triple zit? Ik denk van daar kan ik nog meer bij. Ja, maar omdat hij ze op elkaar stapelt, is zijn manier, zodra de eerste dart hoog in de triple zit, of erboven, dan gaat hij bijna op naar de 19 toe. Maar hij kan dat zich ook voorloven omdat hij die triple 19 zo verschrikkelijk makkelijk gooit. Kijk, dit zit al te hoog voor hem, dus nu gaat hij al naar de 19. Die zit perfect laag in de triple 19, dan kan hij makkelijk erop leggen. 174. Ik wou even dat je duidelijk uitlegt. Leuk dat Phil Taylor daar aan mee weer. Kijk, dit zijn de darts van Adams. Die komen van onderen invliegen. En dat is net zo effectief natuurlijk. Martin, you require 140. Staat nu wel enige druk op voor Adams. Die triple 20 zit erin. Nog een triple 20 nodig. Ja, is lastig. 100. Who you require 92. En dit is dus een interessante finish voor Taylor. 92. Triple 20 of de boel? Nou, hij probeert de boel. En dan 10 en dubbel 16. Dubbel 16 loopt nog niet zo vandaag bij Taylor. 60. Martin, you require 40. 8 shots in the third leg. Martin Adams. Daar stond een aardige druk op. Vlek, Phil, en naar de misser van Taylor, dubbel 16. Pakt Adams wel tops. Maar je verwacht dat Adams in deze set nog één keer vol onder druk om te staan. 58. Nou, de enige manier om dat te voorkomen is door Taylor te breken nu. Je moet toch proberen om het vertrouwen van Taylor dat hij bijna rotsvast in zichzelf heeft, toch een beetje aanvankelijk te krijgen. Door de fouten die hij af en toe maakt. Doet hij niet alleen in deze partij, maar doet hij wel vaker. Doet hij gewoon af te straffen iedere keer. Kijk, als hij mist en jij mist ook nog een keer, dan denkt hij van, nou, als hij nou echt niet wil winnen, dan doe ik het wel. 99. 100. Nou, nog een triple 20 voor Adams en dan gaat hij in ieder geval een goede kans krijgen. En dan is hij gewoon de slechte. George Noble, dan is het warm. Hij zal niet de enige zijn op het podium. Want het is gewoon heel erg warm in de zaal. 140. Till you require 127.
om een break te voorkomen. Triple 19 nodig. Een bullseye. Taylor. 102. Martin, you require 36. Dubbel 18 voor Martin Adams. En een 1-1 in sets. En dat is al meer dan velen hem hadden toegetrouwd in deze finale. Hij breekt Phil Taylor en pakt de tweede set. Het staat 1-1. Third set, first leg, Phil to throw first. Game on. En zo'n poolside finish als die Taylor net miste tegen Colin Lloyd in zijn partij. De eerste drie of vier gingen er allemaal in, die bullseyes. Nou, toen had hij ook meteen Lloyd gebroken. De gemiddelde... 59. Ach ja, daar zit niet zo heel veel verschil tussen. Het gemiddelde van Taylor zakt nu even een puntje. Maar beide heren rond de 95. Ja, verwacht hem bij Taylor een stuk of 10 punten hoger. 140. Ja goed, Taylor is ook niet echt gewend om tegen Adams te spelen. Die andere mannen die hij in de kwart en halve finale heeft verslagen. Ja, daar speelt hij ze wat iedere dag tegen. Lloyd en Baxter. Weet hij precies wat hij moet verwachten. Het is anders. 139. Ver gecorrigeerd. 26. Who you require 66. Enkele boel gegooid. 9 dubbel 16 voor Taylor. Of gaat hij een andere weg kiezen? Nee, gewoon 9 dubbel 16. Dat is wel een beetje zijn stijl namelijk. Als hij een dubbel niet raakt, dan zoekt hij hem bewust op. 0 uit 7. Hij gaat net zo lang door totdat hij wel een keer raakt. 100. Who you require 16. Dubbel 8 staat hij 1 uit 4. Game shot in the first leg. Phil Taylor. Nou, hij pakt die de eerste leg van de derde set. Game on. Eerste grote toernooi dat deze man in zijn carrière won was het Open Canada in 1988. Hij is zijn carrière een beetje begonnen aan de hand van de toen meester, zeg maar, Eric Bristow. Bristow heeft tijdens het eerste jaar gesponsord, zou je mogen zeggen. Hij heeft wat zag het talent dat Taylor heeft en dit is daarvan gekomen uiteindelijk. 100. Heb Taylor aan de hand van Bristow het vak geleerd? Het lijkt erop alsof Taylor datzelfde doet met Adrian Lewis. Ja, een jonge man in de PDC inderdaad, die ook door de rankings heen schiet, als het ware. Het enige verschil is dat Taylor de eerste keer dat hij zijn meester op het podium tegenkwam, dat was in de Embassy finale van 1990. Wow, toen gooide hij er ook maar meteen vanaf en dacht van zo, hebben we dat in ieder geval vast gehad. En dat is Lewis tot op heden nog niet gegund.
100. Nog 4 jaar. Dat heeft hij aangekondigd. Nog 4 jaar gaat hij spelen. En dan stopt hij ermee. 50 vindt hij een mooie leeftijd om de darts aan de wilgen te hangen. Ja, dat hoor ik meer darters zeggen. Als ik 50 ben, kap ik ermee. Nou, deze man niet. Ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je 50 bent en je speelt nog steeds, als bijvoorbeeld Martin Adams nu doet, dat je denkt van waarom zou ik eigenlijk stoppen? Zo slecht ben ik niet. Martin, you require 101. 101 voor Adams. Eerste niet in de triple 20. Triple 19 voor dubbel 12 blijft over. Maar dat hebben we gisteren al een beetje geanalyseerd, dat die eerste dart bij Adams belangrijk is. Taylor nu op 44. Dus. Maar weer eens geprobeerd. Game shot. En na 7 keer gemist te hebben, gaat de 8e poging er wel in. Throw first. Game on. En dan breekt hij weer Martin Adams. Staat het 2-0 nu voor Phil Taylor in de 3e set. Weer ideaal zou je zeggen. 136. Bobby George in normale kleding, samen met zijn vrouw. Natuurlijk blijven ze ook nog even kijken hoe deze heren het er vanaf brengen. 97. Rekent niet, Taylor. Maar ja, als iedere leg zo ver voor staat, dan hoeft het ook niet. Dat doet hij echt niet aan, hè? Nee. Heel af en toe, als er partijen zijn die echt heel belangrijk zijn, waar het heel dicht bij elkaar zit, dan doet hij het wel. Maar dan nog alleen maar met de laatste dart, hoor. Ik denk niet 3 darts vooruit. 100. 55. Phil, you require 68. Dan is het weer een makkelijke set voor Taylor. Triple 20 en dubbel 4. Dubbel 4 wordt zelden gemist. Game shot in the third set. Phil Taylor. Ja, de 2 sets die Taylor tot nu mocht beginnen. De eerste en de derde. Fourth set, first leg. Daarnaal met 3-0 te winnen. Game on. Daar weet Adams niet echt Taylor onder druk te zetten. Adams mag nu wel wat druk van Taylor verwachten nu. 100. En zo zitten we naar een Engeland-Engeland finale te kijken. 100. Dus het is wel zeer jammer dat er hier geen Nederlander staat. De man die daar heel knap dichtbij kwam, was de speler die gisteren in de halve finale verloor van Martin Adams, Michael van Gerwen. Hoe is dat, Michael van Gerwen, dat je nou niet daar op het podium staat? Ja, het is jammer natuurlijk, maar hij had verdiend gisteren gewonnen en ik heb verdiend verloren. Als je nou veel Taylor zo ziet spelen, wat denk je dan? Ja, dat is gewoon goed. Ik heb niks
niks poppen op. Dan gaat hij weer. 137. Ja, is gewoon goed, klaar. Ga je hem nog een keer pakken? Nou, dat is wel de bedoeling. Ik denk dat hij er oprecht van baalt dat hij niet tegen Phil Taylor hier op dit podium staat. Had hij graag tegen gespeeld. Andersom trouwens ook, had ik het idee. Phil Taylor graag eens even het varkentje Michael van Gerwen had willen wassen. Ja, hij is... Taylor zoekt altijd uitdagingen. Natuurlijk heeft hij niet zo heel veel meer te winnen. En heel veel te verliezen. Maar toch weet hij iedere keer weer gemotiveerd aan de poort te staan. Triple 20 ondertussen van Adams ligt erin. Triple 17 is jammer, die gaat er net naast. Triple 19 met de laatste dart. Niet raak. Gevaar om gebroken te worden is er wel. Taylor op 124. Triple 20. Enkele 14 laat bullseye. En daar gaat hij voor. Taylor, 1 dart. 99. Martin, you require 76. Moet hem zien te houden, Adams. Triple erin. Dubbel 8. Ik dacht dat hij erin zat. Hij wilde al naar het bord toe lopen. Ja, nu mag hij dat. Hij zit er inderdaad in. Martin Adams. En zo komt hij op 1-0 voor. Game on. Maar waar hij het Taylor nauwelijks lastig kan maken, zeg maar in de sets van Phil Taylor, werkt het andersom helemaal anders. 96. Om jouw stelling nog maar eens te bewijzen, Leo. Want je hebt altijd gelijk natuurlijk. De sets die Taylor heeft gewonnen waren sets 1 en 3. En dat waren de twee minste sets van Martin Adams. Die set waarin hij 104 gemiddeld gooit met 3 darts, die set wint hij. Hij zal dus het gemiddelde omhoog moeten brengen. Die scores vooral in de buurt van Taylor moeten houden. En liever nog een beetje voorsprong. En dat betekent dat je gewoon met 9 darts iedere leg om een finish moet staan. 100. Nu gaat hij wel even rekenen naar de 19 toe. Dan zou hij nu terug naar de triple 20 moeten gaan. Ja. Kijk aan. 170 laten staan. Ja, hij heeft hem nog niet gegooid. Er zijn 4 mannen op dit toernooi die al wel 170 hebben genoteerd. Hij nog niet. Vanochtend is 167 tot nu. Dat zal het ook nog wel even blijven. Martin, you require 161. Dat is Adams al wel gegooid dit toernooi. Hij met 11 finishes van boven de 100. 99. Taylor 10. Dubbel 19 voor Taylor. En een dubbel 8. Game shot in the second leg. Phil Taylor. 1-1. Third leg, Martin. Deze vierde set. Game on. Dat is interessant. Ja, dat is. Ik denk niet dat er heel veel spelers 38 grote televisiefinales kunnen overleggen. En dan hebben we het nu alleen nog maar over de toernooien die nu ook nog op televisie zijn. News of the World heeft Taylor ook een keer gewonnen. Die zit er nog niet eens bij, om maar iets te noemen. Hij is enig in zijn soort. 100. En ik denk ook niet dat er nog iemand zal komen die de dartsport zo zal domineren over zo'n lange periode.
123. Tellen de druk op de 78 van Adams iets wat opvoeren. 139. Martin, you require 78. Triple 18, dubbel 12. Hij moet zijn eigen legs behouden. 20 en tops. 1 pijl. Adams. Tops. Ja. Ja, dat is netjes. Martin Adams. Zo blijft hij er gewoon in zitten. Ja, dat blijf ik toch dan vinden. Ik bedoel, je weet dat hij je nek loopt te hijgen. Maar echt omvallen doet hij op zijn eigen legs, in zijn eigen sets niet. 100. Laat zich alleen maar breken in de sets die Taylor is begonnen. Nou, het gaat tot nu toe nog precies gelijk aan set 2. De set die Adams vond tot nu toe. Daarin brak die Taylor in leg 4. We kunnen nu ook alvast wel zeggen dat Taylor niet in de vorm is die hij had tegen Lloyd en Baxter. De mannen die hij al zo vaak heeft afgedroogd. Dit is toch een nieuwe tegenstander. 100. Zijn de gemiddelden nou ook weer niet bedroevend slecht? Oh nee. Taylor die zit tegen de 100 aan Adams. 95 zo'n beetje. 97. Had je van tevoren kunnen weten. 60. Tellen naar de 19. 99. Ja, er is nog altijd een kans voor Adams om Tellen te breken hoor. Het staat maar 40 punten achter ongeveer. Triple 20 erbij nu. Levert hem een goede finish ook. 55. Ja, die vindt hij dan net niet. 164 voor Taylor. Triple 20 is goed. Triple 18 en bullseye. Ja, bullseye. Phil Taylor om er 2-2 van te maken in de vierde set. 139. Martin require 146. Dat is ook nog best veel. Maar kan wel. Nog een triple nodig van de 18, maar die gaat er niet in. 83. Fill your requirement 25. De wacht loopt de laatste tijd goed. Dus met Strouwer daar naartoe. Game shot. En 2-2 staat het. Phil Taylor. Fifth leg. Martin to throw first. Game on. Dit is een belangrijke, natuurlijk. Martin Adams. Hij moet deze eigen leg houden. Anders komt hij een grote break achter. 100.
Kijkende naar Taylor zien we inderdaad die dubbel 16. Vooral die dubbel 16 nog niet echt loopt. 1 uit 8. Dubbel 8, je zei het al Leo, die gaat steeds makkelijker. 4 uit 7, maar bullseye, kijk. Nog niet geraakt. En hij heeft er al 4 keer een kans op gehad. Dubbel 4 en dubbel 20, ja die mist hij niet. En als alle categorieën worden opgeteld, dan komt hij op een percentage van 39% op de dubbels. En ja, dat is wat hij het hele toernooi eigenlijk al doet. Ja, Adams blijft klitten. En Taylor kan hem niet afschudden nog. Ik ben ook erg ontevreden met zichzelf, veel Taylor. Taylor is graag wat meer onder druk gezet. 136. Martin, you require 62. Triple 10. Niet gevonden. 20 en dubbel 16. Er komt een hele belangrijke dubbel 16 voor Adams aan. Voor de set. Hij mist hem. Hier is Taylor normaal gesproken meester in. Om dit soort kansen te benutten. Hij kijkt naar beneden. Naar de triple 19. Kijken is raken. 16 dubbel 16. Hij loopt niet die dubbel 16. Maar onder druk. Game shot in a full set. Ja, ja. Phil Taylor. Dat is er eentje die snoeihard aankomt. En zo komt Phil Taylor met 3-1 sets voor. Buitengewoon goed voorbeeld van waarom die man zo goed is. Op de beslissende momenten de legs pakken. Dit was er eentje. Fifth set, first leg. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dit als tegenstander snel weg moet zetten. Want je hebt de hele tijd het idee van, hey, kom op, ik doe goed mee, wat heet. En dan dit, pats. En voordat je het weet, sta je niet met 2 tegelijk, maar met 3 en achter. Het gemiddelde van Taylor gaat richting de 100 met 3 darts. Het gemiddelde van Adams. Ja, is prima hoor, 93. Zeker die categorie 140, daar is helemaal niets mis mee. Maar uiteindelijk worden dit soort grote partijen altijd beslist. Door degene die het beste onder druk de finishes kan gooien. Een aantal momenten in zo'n partij waarop de wedstrijd kan kantelen. 97. Alles zien toch niet. Jawel, ja. Phil, you require 124. 14 voor Taylor, maar omdat Adams niet op een finish staat, gewoon triple 16 en dubbel 8. Game show. Ja, en als hij eenmaal in dit ritme zit. Phil Taylor. Nou. Second leg, Martin to throw first. Dan kun je Baxter wel bellen. Die kun je precies vertellen hoe de rest van de partij dan gaat. ...124 finish laten volgen op een 105 finish. Nog is hij niet tevreden, hè? Nee. 100. One.
Ja, dat gemiddelde, dat sneuvelde inderdaad tegen Baxter. Maar toen was hij weergaloos vanaf het begin. En om dat soort gemiddelden te halen moet je vanaf het begin van de partij er staan. Het gemiddelde van Taylor gaat nu langzaam omhoog. Je ziet per set dat het omhoog gaat. 100. Even op 170 zetten. Nee. 137. De triple wordt geraakt. Tweede van Martin Adams. De boel gegooid, triple 19 en bullseye zou dan moeten volgen, maar ook Taylor kan wel eens missen. Kansje voor Adams, ja, het is eigenlijk wat is een kansje. Boel beginnen naast de boel, wegkans. Who we require 68. Om twee nog hoor te komen. Het zou passen in het beeld van de sets tot nu toe. De oneven sets. De sets door Taylor gespeeld. Ging tot nu toe. Met 3-0 naar de power. Het kan ook nu weer. Neemt even de tijd. Met de zijkant van de voet staat hij tegen de hockey aan, Taylor. Altijd concentratie in zijn ogen. Iedere beurt, ook al staat hij de 300 achter, dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar dan nog zie je die concentratie altijd. Bij Adams hier goed te zien dat hij met de punt van de voet tegen de hockey aan staat. Kijk, op de teen, tegen de teen en bijna stilstaand Adams. 100. En dit is Taylor. Easy one. Dirk Hespels zag u even snel in beeld. De Belg midden in beeld nu. Hij maakte zijn debuut op een groot podium. Hij is de oudste deelnemer aan dit toernooi. Iets ouder dan Martin Adams. 81. Taylor om het 4-1 voor te komen. Triple 20, dubbel 10. 20 en tops. En het is in de pocket. Er was nog geen finish, dus hij mag er voor terugkomen. Maar dat is niet noodzakelijk. En zo wint hij voor de derde keer zijn eigen set met 3-0. First leg Martin to throw first. Daar staat hij nu 4-1 voor. We zagen net Michael van Gerwen, die hoorden we ook al.
die dit toernooi alles verloor van Martin Adams. Een van de scalpen die Phil Taylor onderweg pakte, was die van Colin Lloyd. Colin, what do you think of Phil so far? He hasn't quite performed like he has done all week. But, you know, it's the final. They're obviously both a little bit nervous and whatever, but I think they're both starting to warm to the task now. Is there something, or what does Martin Adams need to do to get back into the match? I don't really think he needs to do a whole great deal. Just when he gets a shot, just take it. You know, he's given himself plenty of opportunities, plenty of shots at doubles. Just got to hit them. As Bobby would say, scores for show, doubles for dough. You know, he's just got to start hitting the doubles. You know, he's not out of this game by a long shot. Not by a long shot. Het viel Colin Lloyd op dat het niveau van Phil Taylor nog niet dat was van eerder op dit toernooi. Maar ja, het is een finale. En wat moet Martin Adams doen om nog in deze wedstrijd terug te komen? Dat is heel simpel voor ons Colin Lloyd. Dat is de dubbels raken. Leuk hoor, die triples. Maar het gaat om de dubbels. En als hij dat voor elkaar krijgt, dan is hij nog zeker niet uit deze wedstrijd. 137. Nou, nog een oud Bobby George citaat aan. Ja, de scores zijn voor de show, maar de dubbels die zijn voor het geld binnen te halen. In het Engels rolt dat wat makkelijker. Nou, gooi hem eruit. Scores voor show, doubles voor dough. Kijk. Tops. Voor Martin Adams. En zo wint hij weer eens een leg. Dat is alweer een tijdje terug. Het belangrijkste die hij verloor was dus die beslissende vijfde leg van de vierde set. Die ging naar Taylor. De volgende drie achter elkaar ook. 74. Ja, waar Lloyd zei dat Adams de dubbels wat beter moet raken, ben ik dat niet helemaal met hem eens. Omdat Adams gewoon niet heel veel kans op een dubbel krijgt. Hij heeft er maar 13 kansen gehad, 6 geraakt, is bijna 50%. Dat is helemaal niet zo slecht. Adams heeft gewoon meer scores nodig. En laat op de 174 van Taylor een 180 volgen. Wat gaat Taylor doen? Die mist met dart 5. Martin Adams. Ook hij voor die 9 darter gezien. We zijn er een paar keer bij in de buurt geweest. Maak hem vergeven. Colin Lloyd. Beide misten hem op de dubbel 12. Vincent van der Voort heeft ook nog een keer een 10 darter gegooid. Dat is ook eentje waar je toch aardig 4 op kan zijn. 93. Vierenheden voor Taylor. Voor 1 in de legs in de zesde set. De boel is gegooid. 19 is het volgende doel. En dan bullseye. Die heeft hij nog niet geraakt. En dat blijft ook nog even zo. Nu krijgt Adams een kans om te breken. Kijk, en zo'n kans moet je dan aanpakken. 81. Triple 19. Helemaal naast het getal. Dan moet hij naar de 14 toe. Gooit hij geen triple, krijgt hij helemaal geen dart voor een dubbel. 41. Fill your record, 47. Green shot in the second leg. Phil Taylor. Third leg, Martin to throw. 1-1. Game on. De laatste set voor de onderbreking. En wil Adams zich nog een klein beetje kansrijk wanen, dan zal hij in ieder geval deze set moeten winnen. Want bij 5-1 achter is het afgelopen. Ja. En dan zal het misschien nog wel 7-2 of 7-3 worden, maar dan is het wel afgelopen, denk ik.
En dat weet Taylor natuurlijk ook. 140. Dat weet Adams natuurlijk ook. 60. En er weer brandjes. 100. Taylor 120 punten meer gegooid dan Adams. 140. 60. Daar komt Adams al goed weg. Ja, dat kun je wel zeggen. Want Taylor had het initiatief te pakken. En hij heeft nog een triple nodig om een lekkere finish over te laten. 141 is toch lastig. 101 klinkt al een stuk makkelijker. Eens kijken wat Taylor doet. We gaan naar de 19 toe, omdat die eerste er weer bovenop ligt. Nou, vindt hij een triple? Is hij er tevreden mee? Denk het niet. Naar de 18 toe. 95. Martin, you require 141. Zijn eigen leek te houden. Moeten zelf achter. 96. Who we require 106. Ja, daar komt hij dan. Taylor weer. 106. Oeh, die begint met triple 1. Dat is een gelukje voor Adams. Hij ontsnapt in deze leg. Moet hem wel zelf uitgooien natuurlijk. 74. Martin, you require 45. Dubbel 16, Adams en zijn eigen leg. Dubbel 8 moet het dan zijn. Dubbel 8 is het. En zo komt hij 2 voor in zijn eigen set. De laatste dus voor de onderbreking. En die moet hij echt winnen. En kijk naar de gemiddelden van Taylor vooral. Van 89 naar 99 in de tweede set. Set 3 was het al 101. Toen werd het 102 in set 4, 107 in set 5. Als hij die lijn doortrekt, dan wordt het heel lastig. En ja, de enige winst set van Adams is die set 2 waarin hij 104 gooide. 140. Alle andere sets, leuk meegedaan, maar niet goed genoeg. Maar hier doet hij weer iets meer mee dan leuk mee. 177. Dat is maximaal. 60. En dat is het, hè, want Taylor begint met 60. Dan denk je, zo, dat is lekker. Ga ik een goede score gooien? Gooi je 140. En wat doet Taylor dan? Ja, dan haalt hij er 177 in en komt dit erachteraan. Beide heren overigens gelijk percentage qua finishen. 85. Maar ja, Taylor krijgt twee keer zoveel kansen en heeft dus ook twee keer zoveel legs gewonnen. Die rekensom is niet zo moeilijk. 100. Taylor gaat hem wegzetten. 5 bovenin. Want de positie van de eerste twee beviel wel. 150. En dan weet Adams dat er na deze drie darts waarschijnlijk een hele belangrijke leg aan komt voor hem. Als hij nog iets wil dan in deze finale in ieder geval. 16. De laatste tijd gaat dat wel. Can you show? It's a full flag.
Phil Taylor. Ja, want dubbel 16 begon hij met 0 uit 7. Hij heeft nu 5 uit 13. Dat betekent dat hij er nog maar eentje gemist heeft daarna. En nu dan de set. Gaat hij naar Taylor 100. Of gaat hij naar Adams? Krijgen we nog een beetje een finale? Of is hij na deze volkomen gespeeld? Nou, ik heb wel zin in een toch nog een stukje finale. Dus mag Adams van mij deze leg wel winnen. Kijk, dit is dan een goed 140. Begin wilde ik zeggen, maar het is een goede voortgang van deze leg. Je krijgt nooit heel veel rust als je tegen deze man speelt. 140. Niet helemaal tevreden. Ja, is knap, maar is het genoeg? 161 blijft er over. Er heeft meer nodig dan 100. Gaat naar beneden toe, omdat hij eerst er rot voor zit. Het feit dat hij naar beneden gaat en een triple raakt, betekent ook dat hij finish gaat overlaten. 134. Martin, you require 161. Kijk, triple 20 raak, triple 17 en bullseye. Net de ronde, maar de eerste zat er mooi in. Dus daar kon er nog één bij. 137. En dan moet je afwachten. 132. Taylor gaat voor bullseye weg. Vindt hem ook. Nog een keer bullseye, laat dubbel 16. Het scheelt niks. Het was wel de eerste keer dat de boel raakte, maar niet als een finish. 125. En hij bewijst nog even dat hij het wel kan. Martin, you require 24. Voor de set. En we hebben nog een wedstrijd. Want Martin Adams pakt deze zesde set. En de achterstand is nu van 4-1 terug naar 4-2. Ja, heel simpel, dat betekent nog steeds dat hij maar één grote break achter staat. Dat hij dus nog maar één keer een set van Taylor moet afsnoepen om het weer helemaal gelijk te trekken. Wat ziet er goed uit voor Martin Adams? Of tenminste, het ziet er niet hopeloos uit voor Martin Adams. Dat was het wel geweest als het 5-1 was. Volgende partij, zo dadelijk na de reclame. Please welcome back Phil Taylor, Martin Adams. Het oranje shirt uit de kast getrokken voor het tweede deel van deze finale door Phil Taylor. Daar heeft hij dit toernooi een aantal wedstrijden mee gegooid. Dat was daar uitermate succesvol in. Had hij hem gisteren volgens mij ook, hè? Ja. Ja. Nou, dat ging niet zo verkeerd. En de opdracht voor Martin Adams is duidelijk. Hij moet één keer een set van Phil Taylor afpakken. Nou, is dat ongeveer wel het grootste probleem wat Martin Adams kan tegenkomen. Want de drie sets die Phil Taylor tot nu toe is begonnen, die wist hij ook alle drie met 3-0 te winnen. En gaf hij Martin Adams geen schijn van kans. Ja, en dat is een beetje waar wij het ook in de pauze over hadden. Taylor wint zijn eigen legs zo makkelijk en Adams moet zo hard knokken voor zijn legs. Dus dat Adams misschien nog wel een set pakt, dat zou goed kunnen. Maar of hij ook een set afpakt. Misschien de eerste na de break. Dat wil nog wel eens Taylor zijn die wat langzaam warm wordt. Zagen we ook in de eerste set van de wedstrijd. Toen was het gemiddelde van Taylor nog 89 met 3 darts. Nu is het gemiddelde inmiddels omhoog geschroefd naar 101,2 met 3 darts. Ja, dat zijn toch gemiddelden die niet voor alle darters weg zijn gelegd.
Sterker nog, die zijn voor een zeer select gezelschap. 45. Ronnie Baxter, verklaart u de liefde? Nou, die heeft toch een goede week doorgemaakt hier, Baxter. Had tot nu toe een slecht jaar, maar een halve finale plaats hier. Uitgeschakeld worden door Taylor. Daar kan hij wel mee leven, denk ik. Ik zie je wel. Ik heb een heel mooi beeld. Ik kon er omheen kijken. Verschil van 140 punten. Dan is het voordeel van Taylor. Penalty requires 77. Triple 19 en dubbel 10. En dan is dit weer zo'n leg die Taylor makkelijk naar zich toe mag trekken. Bijna geen tegenstand, dubbel 5. Game shot in the first leg. Phil Taylor. En dat geeft zoveel second rust al in leg 2. Game on. Taylor heeft dit jaar 4 keer verloren op tv. 2 keer van Barneveld, 1 keer van Jelle Klaassen en 1 keer van Simon Whitlock. En dat betekent dus ook meteen dat hij nog niet van een Engelsman heeft verloren in 2006. Dat heeft hij in 2005 ook niet gedaan. 16. Dus we moeten terug tot 2004, dat hij op een televisietoernooi nog eens een keer van een Engelsman heeft verloren. Ik zal er geen huiskamergevraag van maken, want niemand weet dat. Dat was Andy Callaby in de eerste ronde van de World Grand Prix. Nee, die hadden weinig mensen goed denken. 83. Ik zag ook even in beeld de arbiter van dienst voor het tweede deel van deze finale, Bruce Penley. Van Martin Adams in deze finale. Als u Jacques niet op zijn woord geloofd heeft, dan zag u even. Zwart-wit wil ik zeggen, wit op rood, dat het daadwerkelijk waar was. 180! Nou, dat het beantwoord door de 180 van Taylor. Ja, hij heeft tot nu toe steeds zijn eigen sets met 3-0 gewonnen, Taylor. 45! Failure required 138. Triple 20. Gevonden. Triple 18 en dubbel 12. Maar misschien op de triple 20 blijven? Nee, toch triple 18 voor dubbel 12. Om er 2-0 van te maken. 114. Martin required 131. 131 voor Adams. Triple 20. Dus Phil Taylor zo dadelijk dubbel 12 om er 2-0 van te maken. Failure required 24. Oh. Net boven de ijzer tweemaal. En deze keer net onder de ijzer. Hey, en dan krijgt Adams de mogelijkheid om voor het eerst een leg te pakken in de set van Phil Taylor. Tops. Tweede arts daarvoor. En voor het eerst krijgt hij dat dus voor elkaar. Een leg pakken in de set van Taylor. Phil to throw first. En dat houdt nog steeds de mogelijkheid open
dat hij dus een keer een set afpakt van Phil Taylor. Hij zegt het bijna tegen beter weten in. Maar het blijft natuurlijk een mogelijkheid. Ja, je moet gewoon bijblijven bij Taylor. In die legs die Taylor begint. En dan kijken of er mogelijkheden komen. Ook in die laatste leg zie je, er komen af en toe echt wel mogelijkheden. Want Taylor gooit 43% op zijn dubbels nu. Dat betekent dat hij dus één van de twee darts mist. Als hij drie legs op rij de dubbel met één dart gooit, gaat hij ook een keer een volledige beurt missen. 121. Hey, camera op het bordje hoor. Het is overigens voor de eerste keer in de geschiedenis van de World Darts Trophy dat we over de best of 13 sets spelen. Dus voor wie het eerste 7 sets wint. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat het spelsysteem van Lakeside gekopieerd wordt altijd naar dit toernooi toe. 180! Taylor's vierde volgt op Adams vijfde. Ja, dit is prima wat Adams doet. Dit is pech. Overigens. En nu zet hij wel wat druk in de leg van Taylor. Fairly requires 60. Tops voor 2-1 voor. Games on the third leg. Phil Taylor. Fourth leg. Martin. Ja, tops. Dat blijft bij Taylor altijd goed verzorgd. Daar heeft hij nog niet op gemist vandaag. Martin Evans. Begint met een 180. Het is zijn zesde van deze finale. Ja, die laatste leg van Taylor ging in 11 darts. Daar heeft er nu dus één van. 1 in 12. En Adams leidt toch echt in die categorie 13 darters. Dat is zijn favoriet. 3 stuks. 4 keer 14 en 5 keer 15 voor Taylor. En er gingen nog niet zo heel veel legs boven de 16 darts. 8 stuks. En als je dan weet dat we er 26 gespeeld hebben. 1 op 3 boven de 16 en 2 op 3 onder de 16. Dat is een aardig gemiddelde. Adams heeft het wel een beetje gevonden nu. 100. We hebben tot nu toe twee keer een beslissende vijfde leg gespeeld, maar nog nooit een set van Phil Taylor. Martin, you require 121. Triple 20. Raak. 11 of triple 11. Oeh, in de triple 14. 19 blijven erover. Dus een 3. 105. Dubbel 8 zo dadelijk. Fairly require 161. Voor de set. Oh, dat zou zo pijnlijk zijn. Wat gebeurt niet? 137. Martin requires 16. Voor 2-2 in deze zevende set. Voor 2-2 in deze zevende set. Ja. En dat krijgt hij voor elkaar. En als Phil Taylor deze leg inlevert. En er dus 4-3 staat. En de wetenschap dat Martin Adams de volgende set mag aanvangen. 93. Staat het dus weer helemaal gelijk eigenlijk. Goed moment dus voor Adams om een hele goede leg te gooien. Ja. Knap begin. Dus weet de Taylor ook dat hij daar wat tegenover moet zetten.
Het is wel een paar keer gelukt na een 180 van Adams. Een 180 zelf te scoren. Dat doet hij nu ook. Hey. Die zit erboven. 100. En dan weet je dus dat het eigenlijk net te weinig is om 100 scoren. Je moet die Taylor op afstand krijgen. Ja, dat weten zij ook. Adams, nu heeft hij meer dan 100 dus nodig. Nog een triple erbij. Ja. 140. Ah, misschien mogelijkheden, maar Taylor mag eerst. Triple 18 of een enkele. Het is de triple, dan nog een triple 18 voor dubbel 10. Vindt hij niet. 16 na tops over, dat zal wel lukken. En dan nu Adams. Moet in ieder geval in de 19 blijven. Triple 19 het liefst, maar in ieder geval in de 19. Dat is een enkele. 12 laat bullseye over. En dan krijgt hij één pijl voor Adams. Voor de set. 51. Voor de set geldt ook voor Taylor. Maar bijna had Adams dus de partij weer op gelijke hoogte gebracht. Hé, voor het eerst mist hij tops. Tops voor Taylor was een zekerheidje. Dubbel 10 ook niet, dubbel 5. Anders krijgen we Martin Adams nog een keer terug aan de hockey. En dat gebeurt niet hier in deze set. Oei, maar je ziet ook wel dat het van ver moet komen. 8 set, first leg, Martin to throw first. 5-2, de stand. In het voordeel van Phil Taylor. Maar oei, wat was Adams dichtbij, 4-3. 100. Met deze set die zelf mag beginnen. Adams legt in ieder geval het vuur na aan de schenen bij Taylor. En hij kreeg een kansje. Was geen grote kans. Hoog bezoek hier in Utrecht, de staatssecretaris van Sport, mevrouw Clemens Ros van Dorp. Wat vindt u ervan zover? Ja, spannend. Wel jammer dat Phil Taylor toch nou wel erg ver voorkomt. Ik had het wel leuk gevonden als Martin Adams hier toch een set had gepakt. Maar ja, goed, wie weet. Leuk sfeertje wel? Ja, geweldig. Het is erg leuk. Ja, natuurlijk mooi. Het is, is geen Nederlander in de finale, maar toch zoveel mensen. En dan blijkt toch wel dat de sport hier ook leeft, hoor. 140. Als ik kijk dus echt met een sporthart naar met name de ontwikkelingen aan het einde van de vorige set. En ook zij had graag gewild dat Adams die set zou pakken. Want 5-2. Hij moet er 7 winnen. Hij is de winnaar van deze finale. 43. Het lijkt er toch op dat Adams een beetje van zijn apropos is. Na het niet pakken van de vorige set. 60. Ja, ik kan me er ook wel iets mee voorstellen. Ja, zeker. 40. Ja, het zijn nogmaals gezegd. Je krijgt zo weinig legs gemakkelijk van Taylor. Iedere leg die je wint moet je echt verknokken. Ah bon. Nu dan wel. 140. Value required 44. Om te breken. 36. Nou. Martin require 111. Nog nooit heeft de speler de eerste leg van zijn eigen set afgestaan. 79. En door deze missen dreigt dat te gebeuren.
En dat is bij deze gebeurd. Phil Taylor, ladies and gentlemen, please. While the players are throwing, don't call out. It doesn't help one little bit. Second leg, Phil to throw first. Game on. En nog maar eens gezegd, de gemiddelde van Taylor die oplopen, langzaam oplopen, nu op 108 in set 7 zijn aanbeland. 81. En Adams zit wat constanter en dat zat hij gisteren eigenlijk ook. Maar ja, toen was het genoeg omdat zijn tegenstander een beetje op en neer ging. Nu is de tegenstander ook constant, maar gewoon een stuk constant hoger. En dan blijft dus ook wel, dan is het niet genoeg. Twee nog voor te komen. De set van Martin Adams. Hij komt er terug voor, want Adams staat op 202. Maar de boel zijn met de laatste dart om dubbel 16 over te laten. 145. Failure required, 47. Dubbel 16. En dan staat het 2-0. Game shot. En dan staat 2-0. Phil Taylor. Third leg, Martin to throw first. Game on. Ik weet wat hij ongeveer nodig heeft om deze leg te houden. Het zal knap lastig worden om te voorkomen dat het 6-2 wordt. Maar het is wel de taak voor Adams. Ja, en het dreigt toch weer een beetje te mislukken voor Adams in de finale. Het is natuurlijk geen schande tegen deze man, maar ik zou het Adams wel gunnen. Een keer een titel. Het past wel in zijn geschiedenis. Maar ja, je krijgt titels nu helemaal niet. Die moet je zelf halen. 125. Fairly require 142. Het is voor setwinst. Je bent toch geneigd te denken van, ach, die komt nog wel weer eens terug. Ja, Adams, na 6 pijlen stond hij op 221. Maar 6 darts daarna staat hij op 137. 102. Je moet het volhouden. Fairly require 137. Dus, zo dadelijk Phil Taylor. Tops voor Taylor.
score 6-2. En dan mag hij de negende set zelf beginnen. Tops voor Taylor. Dubbel 10. En via dubbel 10 staat het 6-2. En dan zouden we wel eens aan de laatste set van deze finale kunnen gaan beginnen. Het staat 6-2. En Phil Taylor mag beginnen aan de negende set. En dan lijkt het erop dat zeg maar, de twee doorslaggevende legs de vijfde leg van de vierde set was. Daar waar het 2-2 had kunnen worden. Maar Martin Adams het gebroken dankzij een 105 finish van Phil Taylor. De tweede belangrijke was de vijfde leg van de zevende set. Daar had Martin Adams de kans om terug te komen tot 4-3. Maar ook in die beslissende fase was het Phil Taylor die de dubbel gooide. In plaats van 4-3 werd het toen 5-2. 85. En daar is het ook een klein beetje geknakt. Ja, en Taylor die weet nu wel dat het binnen is. Dit zal een beetje op cruise control gaan. 140. Ja, Adams kan toch zeker wel weer tevreden terugkijken op dit toernooi. Ik bedoel, die halve finale tegen Michael van Gerwen. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. 100. Zeker. Als je in ogenschouw neemt die partij die ze in mei in Nijmegen gegooid hebben. Heeft de zesde arts voor. En die zal hij ook gaan gebruiken. Triple 18, nou dubbel 16 over. En zo is het ook. 43. Nog een finish voor Adams. Dubbel 16 voor Taylor. 1-0 voor in de negende set. Er staat weinig druk op. Games on the first leg. Maar we hoorden nog. Phil Taylor. Second leg. Martin to throw first. Game on. Het zou voor Adams eigenlijk alleen maar een persoonlijke triomf zijn als hij nog eens een keer een leg pakt. Na die draai om de oren die hij toch kreeg aan het einde van de zevende set. Ging daarna ook weer vier legs na Taylor tot nu. Staat op 7. 140. Nou, het record van Barneveld is denk ik zo'n beetje het enige record dat hij nog overhoudt na deze editie. 140. Buiten het feit natuurlijk dat hij de enige is die dit toernooi twee keer heeft gewonnen. Voor de lol, 161. Bullseye. 136. Een 17, denk ik.
38. Martin required 25. Oh. Dubbel 8. Om te voorkomen dat Phil Taylor een poging gaat ondernemen om ook eens een keer 170 te gooien in dit toernooi. 17. Nou, daar mag je aan gaan staan dan. Failure required 170. Het is 4 spelers gelukt van Gerwe. Het is Lloyd gelukt. Het is King gelukt. Het is de Ruiter gelukt. Dat is best veel in één toernooi. 5 is ook een imposant aantal, zeg. Nou, dat wel niet. Ah, dat soort finishes worden meestal gegooid in partijen waar de druk er een beetje op staat. Doelzaak gooien die wel gewoon. Van tops voor Taylor, tenzij Adams. Nee, hij gooit hem inderdaad. Het is 1-1 in deze 9e set. Third leg, Phil to throw first. Game on. Van Adams. Na 6 darts op 181. Het lijkt dat Taylor is begonnen. 99. Hij geen finish na 9 darts. Adams natuurlijk wel. Triple 19. Nee. Naar de 12 toe. Oei, oei, oei. Ja. 17 laat tops. Het is dezelfde finish die hem in set 7 ook de das ontdeed. Failure require 81. 81 voor Taylor. Zelfde manier. Triple 19. Nee. 12. En dan die bullseye die hij nog niet geraakt heeft. Niet als dubbel in ieder geval. Game shot the third leg. Phil Taylor. Zat wel in minder, geloof ik, hè? Fourth leg. Martin to throw first. Nee, die was niet zo spoed lelijk raak. In het hart van de bullseye. En daarmee is Taylor nog 1 leg verwijderd van de titel hier in Utrecht. 81. En dan is hij de opvolger van Gary Robson. Ja, vorig jaar een verrassende winnaar. Dit jaar niet. 100. Miepert. Wat is dat nou weer aan? 100. Hij geeft hem niet op, hè? Nee, nee. Dit is zijn 9e.
100. Martin, you require 140. Anders mag Taylor straks voor de wedstrijd. En dus mag Taylor voor de wedstrijd. 45. 121. Voor de grootmeester. Triple 20. 11 of triple 11. Bullseye. Om daarmee het toernooi te winnen. Oei. 96. Martin, you require 95. Adams gaat ook voor de bol met de eerste dart. Enkele gegooid. Naar de 20 toe. En dan om die eerste heen zien te komen. Want hij heeft de bullseye nodig. En ook hij gooit hem niet. En dus wederom voor het toernooi, voor het kampioenschap. Dubbel 8. Phil Taylor wint de World Darts Trophy 2006. Met 7-2 gaat de zegen naar The Power. En kan Martin Adams zijn pijlen opbergen. Voor de derde keer stond hij in de Grand Slam finale. Voor de derde keer gaat hij als verliezer van het podium. The single card average for the match. Martin 31.65. Phil 34.08. Just before we get underway with the presentations, there will be a short interview with the winner. Phil, if you can come to the left-hand side of the stage, please. Maar eerst willen we de winnaar horen. En dat is Phil Taylor. Dus die loopt langzaam maar zeker richting Arjan van der Giezen. This camera, Phil. Congratulations. All week it seemed like you were on a mission. I say mission accomplished. And in what way? It's a massive win for me. I mean, to come to Holland and play against some of the best players in the world I've ever seen, to be honest. Martin was very consistent there, you know, kept hitting the right shots at the right time. And then all of a sudden he just gave me half a chance. He didn't give me a chance, he gave me half a chance. And I took it with a bullseye, which was one of the best shots of my career. Ja, zegt hij, ik vond het een fantastisch toernooi. Ik kwam hier inderdaad naartoe om te winnen. Martin Adams, hij heeft me af en toe een paar kleine kansjes gegeven en die heb ik genomen, vooral op de bullseye. What was it like to play on this stage for the first time in the finals against Martin Adams, a well-known Chet for you? Yeah, I think in the beginning, I think we both give each other too much respect, I think. I think we're both waiting for each other to kick in, you know. It was 100, 100, 100, 100, which is good darts, but not as good as what me and him can play, you know. And then I thought, just keep going, just keep putting him under pressure. Just, what can you do? You know, just keep trying your best, that's all you can do. Nou, zegt hij, in het begin van de wedstrijd was het moeilijk. Hadden we scores van 100, 100, niet veel meer. Maar ja, er stond gewoon veel druk op. Het wisten we allebei en we hebben het naar onze mogelijkheden gespeeld. En dat hebben we goed gedaan. Well, there was a guy waiting for you with the trophy. I say, you better collect it. Congratulations. Can I just say a couple of thank yous, please? Can I thank very short. All my sponsors, SP6, as you can see, Unicorn and Pendant Darts, who've supported me all week. And a big thank you to yourself for looking after me again. Thanks, Arden. And also all the officials and the tournament director, Ad Shoofs. Thank you very much. Thanks for inviting. Appreciate it, Phil. There's a trophy waiting for you. Go get it.